Welkom bij Rianne's Live, het acrylverfgieten. Welkom, nieuwe abonnees. Dank jullie wel. Het is feest voor mij. Ik heb 1000 abonnees gehaald. Echt, ik ben er zo blij mee. Ik heb natuurlijk geen vaste dagen, tijden dat ik kan uploaden. Omdat ik gewoon heel erg afhankelijk ben van mijn gezondheid. En daarom zie ik mezelf ook niet zo extreem groeien. En het hoeft ook niet. Het gaat erom, ik heb er plezier aan. Ik heb er afleiding mee. En ondertussen maak ik er ook mensen bewust mee wat chronische pijn inhoudt. Dat mijn leven ook anders kan zijn. En ik geef jullie ideeën hoe je kan acrylverf gieten. En ja, je ziet het al voor je. Hier ligt natuurlijk een hart. Dat hart is voor jullie bestemd. Die ga ik bewerken op de manier wat ik eigenlijk altijd het leukst heb gevonden. En die zie je waarschijnlijk hier al liggen. De hamer. En ik ga maar beginnen. Ik ga natuurlijk eerst het doek helemaal met zwarte verf bedekken. Oeps, dat is wel heel erg veel. Kijk, en dan vind ik het toch het mooiste als je het gewoon zo over het doek beweegt. Alleen dan verlies je vaak wel een heleboel verf. Maar de trouwe kijkers weten dat ik altijd het verf opvang en weer gebruik. Of om er zelf van te maken. Of, dat kan ik wel even laten zien. Hier heb ik dus een beker met restverf. Zie je? En dan kan ik het of gaan roeren. Dan wordt het natuurlijk een hele aparte kleur. Wat je natuurlijk niet kan kopen. Of ik ga het gewoon een keer zo uitgieten. Dan zie je hoe het er nu is. En ja, het was nu wel handig geweest als je een paletmes had gehad. En bij een hart is het wel wat, moet je heel goed op opletten dat je die randjes natuurlijk heel goed doet. Maar nogmaals, ik wil jullie dus echt van harte bedanken voor jullie geduld, voor jullie lieve berichtjes. En ook het begrip en ook merk ik dat het toch wel, wat ik een beetje wilde bereiken, wat je dus in mijn eerste volg ziet, is over bewustwording. Dat het leven natuurlijk ook heel anders kan zijn. Dat weten natuurlijk ook van een heleboel mensen. Maar vaak wordt natuurlijk niet echt laten mensen het zien. En dat krijg ik soms ook te horen van dat jij je pijn laat zien. Ja, dat is mijn leven. Mijn leven bestaat uit 24 uur pijn. Oh, even tussendoor. Nu heb ik het over mijn gezondheidssituaties. In principe heb ik het in mijn schildervideo's. Ja, in het begin wel. Toen ik nog geen vlogs maakte, had ik het er wel over. Maar in principe hoor je in mijn schildervideo's niks over mijn gezondheid. Alleen in de vlogs. Dus mocht je daar inderdaad geen interesse voor in hebben, dan hoef je geen zorgen te maken. Je hoort dat niet in mijn schildervideo's. Nou ja, als ik niet kan gieten, dan ga ik gewoon het verf mengen. Want dat is natuurlijk ook nog wel een apart klusje. En ik denk dat ik dat in de volgende video weer even een keer toch laat zien voor de nieuwe abonnees. Hoe ik dat allemaal dus doe van A tot Z. Het staat wel in een afspeellijst hoor. Maar misschien vinden mensen het makkelijker als ik dat toch nog even een keer laat zien. Kijk, en nu kan je toch een beetje zien. Ik heb hem niet met een gessolaag bewerkt. Heel dom, had ik dus wel moeten doen. Maar ja, ik ben inderdaad een beetje nerveus waardoor ik dus dingen mis. Want je ziet nu dat hij gewoon vettig is geweest door de handen. Weet je, door het vastpakken. Dat hij daarom niet overal de zwarte verf pakt. Oké, we hebben hier een hart. We hebben hier een hamer. Dan ga ik nu. Heb ik hier een roze. Ik denk een keer wat andere kleuren. Wat vrolijks. Al is zwart natuurlijk niet vrolijk. Maar daarmee laat ik zien. Al zit je in een donkere periode. Je kan, ik zeg altijd, je moet toch zelf je slingers ophangen. Dus nu. Het zwart staat voor het sombere, voor de donkere periode in mijn leven. Nou ja, en waar zal dit dan voor staan? Hè? Waar zal dan de roze voor staan? De roze staat voor vrolijkheid. Waarschijnlijk heeft roze een heel andere betekenis. Maar voor mij staat roze voor... Ik heb geen idee trouwens meer hoeveel ik moet doen. Dan heb ik ook paars. Paars is dat ik... Nou... De ene dag is wat beter dan de andere. Althans, op een dag kan ik mijn goede momenten hebben.
mijn mindere momenten hebben, maar toch zorg ik ervoor dat er elke dag wel iets is om dankbaar voor te zijn. Al zijn het hele kleine dingetjes. Want anders is het gewoon natuurlijk niet echt vol te houden als je... Nou ja, en dat zeg ik niet om medelijden te hebben, want dat is absoluut niet nodig. We hebben allemaal onze eigen dingen en problemen. Elk huisje heeft zijn kruisje. Maar als je natuurlijk 24/7 pijn hebt, zenuwpijn hebt, en dan heb ik wel pillen die de sterkte afzwakken, want er is gewoon niet echt een medicijn voor zenuwpijn. Ja, dan... ik ben gewoon een tijd ben ik heel somber geweest. En ja, op het moment dat ik wat helderder werd in mijn hoofd, had ik zoiets van, ja, maar dit is geen leven. Ik heb een medische ingreep gekregen in het AMC. En nou is de bedoeling dat mijn zenuw, die dus zo bekneld wordt op verschillende plekken, ruimte krijgt. En als die dus ruimte krijgt, dan kan hij aan wat meer. En dan word ik heel vrolijk, zoals je ziet. Wauw! Oh, sorry, mijn enthousiasme. Ja, ik heb er nu iets heel... Ik denk dat ik hier voor het eerste keer een voice-over moet gaan doen. Ik ben zo nerveus, ik heb zulke rare dingen gezegd, maar ik vind hem zo verschrikkelijk mooi. Alleen, ik moet hier toch nog even een beetje bij, want het is nu toch wel erg... Oh, Liana, ga nou niet weer door. Jawel, want hij zit bijna op het canvas, dus... Ik wil toch echt even een beetje meer vrolijkheid. Ja, ja, die moet denk ik maar je eerste voice-over gaan proberen, want dit is... Gaat hij weer! Ik moet wel zorgen dat ik een harde ondergrond heb. Ik moet oppassen dat niet mijn camera heen en weer springt. Ja, dat heet stoppen, hè?